Hallo beste mensen, hartelijk welkom bij deze nieuwe video van Disneycraft, aflevering 84 alweer. Het is toch niet normaal, jongens? Het is zeker niet normaal. 84. En met deze aflevering gaan we wat, even één klein stukje laten zien. Maar we gaan bouwen aan de buitenkant merendeels van een nieuwe attractie. Die wordt geopend tijdens 2.0 van Disneycraft. En nice. Blokblad weet daar meer van. En Jens, want die hebben namelijk helemaal gebouwd in deze attractie. Yep, maar dat helemaal. Zien jullie na het intro. Okay, people, let's go to work. Hallo Gio. Hallo. Je groep staat open trouwens. Shit, nee. Echt waar, ja, ik zag hem, ja. Oh, wacht even dan. En dat Gio nog steeds zo'n skin heeft, die we toen hadden gevonden op internet. En toen, hij was natuurlijk de zanger van de liedjes eigenlijk, hè Gio? Je bent nog steeds zanger, eigenlijk hè? Wel. Ja. En nou met een konijnenpakje. We zijn, is het nou, heel leuk pakje. Het is toch nog geen Pasen geweest? Of? Nog niet. Nee. Ja, het gaat allemaal heel raar met al die tijden en zo. Nee, het moet nog Pasen worden. En wij zitten al kei vroeg. Ach. Nou, wat wel leuk wordt, is dat we paaseitjes gaan verstoppen in het park. Oftewel Dragon Eggs. En die Dragon Eggs kan je VIP doorwinnen. Ja, daarover komt veel meer informatie hoor. Dat, maar er zitten. Er komen bepaalde gebieden, dus het heeft nu nog geen nut om te gaan zoeken door het park. Maar er komen bepaalde gebieden die. Waarin je dus. Dat kan zien. Oh! Even kijken naar Blublet. Dan doen we dit: doen we Stonebrick. Zo, we zijn even de buitenkant aan het maken, want dit is een hele aparte attractie. En kan je er wat over vertellen? Hoi. Ja, zoals jullie misschien al een beetje kennen. Oké, okay, leuk. It's... Nou jongens, ja. We gaan verder. Wat ja. Sef, nee, vertel maar. Ja, de mensen kennen misschien al It's a Small World. Ja, we hebben al eens een video opgenomen hierover. Dat we het snel bouwden, helemaal doorspoeld. En oh ja, ja, klopt. Nu. Zo. En cool. Nu hebben we die natuurlijk ook moeten van binnen doen. En wat daar is, ja... Daarvoor zullen jullie moeten afwachten, denk ik hoor. Ja, klopt. Nou, we kunnen misschien een sneak peekje geven van het begin dingetje. Maar het was eigenlijk de bedoeling dat dit een... ik zit het geluid een beetje zachter. Dat dit een waterattractie werd. Dus eigenlijk bootjes die varen echt met It's a Small World. Maar ja, we zijn natuurlijk wel Disneycraft. En we willen altijd wel weer een beetje anders doen dan het origineel. En dat betekent dus dat we eigenlijk ervoor hebben gekozen om deze attractie. Dus gewoon als een soort... Ja, hoe kunnen we het zeggen als Disney Tour? Daar kunnen we het een beetje mee vergelijken, denk ik, hè? Deze attractie. Ja. Of met de clown een beetje clownaval, ja. Ja, de clownaval, ja. Ja, nou, de Disney Tour is natuurlijk ook een attractie die heel erg veel wordt bezocht door jullie allemaal. En clownaval ook wel, best wel. Dus dit is wel gewoon echt een hele leuke een sprookje waar je doorheen gaat eigenlijk, vind ik zelf. Ja, kijk, deze moet helemaal weg. Deze moet... Oh, kijk nou. Cole. Hey, of, dat was Iron. Iron, ja. Of het is zeg maar gekleurde Iron. Gekleurde kool. Dat zal het vast zijn. Oh, hij heeft het gelijk weer gestolen hoor. Daar zit nog kool. Ik heb hier kool. Kijk, dit is kool. Koolblok. Koolblok. Nou, en inderdaad wat onze grote vriend Blublet zegt is dat... Blublet altijd. Waarom die naam? Ik weet het niet. Kijk, deze heb ik verkeerd gedaan nou, trouwens. Oh ja, hij zit niet op de goede lijn. Zo. Nou, mijn PC is ook weer net gemaakt, jongens. Nou ja, hij was niet echt stuk, maar... Hij was een beetje vervelend aan het doen tegen mij. En toen ook zoiets van, oké, ik ga jou helemaal schoonmaken. Want hij was een beetje aan het loeien. En als ik nu even luister, even snel. Oh, hij loeit wel een beetje, maar niet meer zo hard als eerst. Hij mag gewoon een beetje loeien. Nou, en deze attractie is echt in de gevangenis. Maar dat gaan we nog even fixen. Nee hoor. Maar daar gaan de karretjes al. Het zijn voor het eerst in het park dat we 4 karretjes hebben met een baan. Dus je kan met wat vrienden kan je erin gaan zitten. En kan dat? Wat doe je? Nee, maar, ik weet het ook niet. Malty. Even kijken hoe we dit eraf gaan zetten. Misschien met fanshekjes. Zo, aan de buitenkant. Kun je of jij iets leuks weet? Met fanshekjes. Ja, oh nou, dan doe ik toch gelijk. Ik zou wel zeggen, als je hier inspringt, ik denk niet dat je hier meer uitkomt. Dat is wel een beetje een probleem. Denk ik een uitdaging. Ja. Ik kan er ook niet in, hè.
Nee, als het goed is niet. Dat is waar. Kan er niet in, inderdaad. Robby zag ik net ook al rond te halen, trouwens. Ja, en was hij ook aan het rondspoken? Zuid-Afrika natuurlijk. Ja, tuurlijk. Kijk, haal even die groene dingetjes weg hier. Zo. Ja, dat mogen we allemaal weg gaan halen. En als je beneden zag, zie je inderdaad dat Erik mensen toevoegt aan de whitelist. Wij gaan, dat is natuurlijk groot nieuws voor de mensen die gewoon een VIP Plus of VIP Plus Plus hebben gekocht. Die kunnen gewoon Disney Club blijven joinen als wij gaan bouwen aan 2.0. Dus dat is leuk. We hebben nog geen datum nog steeds wanneer we Disneycraft gaan verbouwen. Maar dat zal zo snel mogelijk op de website verschijnen ook. En met de website is het nou ook in onderhoud. Dus dat wordt allemaal heel vet. Plannen. Kijken hoor. Het is leuk om hier misschien nog wat groen neer te zetten. Met boomwiel of zo. Kijk, als we boomwiel hebben. Of een bergje maar. Oh, dat kan ook nog. En daar een beetje boomwiel op. Zo, kijk eens. Nice. Nou, dat ziet er al feestelijk uit. Ga ik nog niet wachten met water opvullen, want water vind ik irritant. Ja, het is altijd irritant, vind je niet? Voor de eendjes, terwijl irritant, ja. Voor de eendjes. Ja, welke eend gewoon ervan aan? Je zou ook dit kunnen doen trouwens. Kijk hoor. Dat je een beetje... Dit ook een beetje groen maakt zo. Dat je dat een beetje laat afgaan zo. Ik weet niet of dat er leuk uitziet. Dan moet dat met dirt, hè? Of niet? Moet dat, ja, dat met dirt, onder water? Dat verandert, voor mij verandert dat zelf. Dat weet ik niet zeker, hoor. Kijk, het gaat allemaal automatisch. Kijk, misschien moeten we dit nog groter maken zelfs, dat we dit nog... Nou, dat weet ik nog niet. Nou, het is voor mij... Maar als het goed is, als je... Ja, als het goed is, moet dat... Zoiets, denk ik. Dat zoiets wel leuk is. Oh, zo. Er gaan ineens zoveel mensen uit de server, zie je dat? Kijk nou. Wow. Binnenkomen. Ja, ze komen binnen hoor. Zo. Ja, oh, ze komen binnen. Oh, zo is het. Het was denk ik de survival server die even... Ja, dat zou ook wel kunnen. Ja, de survival heeft af en toe een beetje kuren. We hadden ook gevraagd een keer mensen van, ja, zullen we een herstart doen? Dat we een nieuwe map gaan doen? Dat gaat volgens mij wel gebeuren wat we besproken. Maar we hadden nog een idee om dan, zeg maar, de spullen die je hebt gemaakt... Maar dat moeten we nog even overleggen hoor, dus dat is nog niet zeker. Maar dan de spullen die je hebt gemaakt, die kan je dan meenemen, zeg maar. Ja, en dan toch, Gio, je kan misschien wat uitleggen daarover? Eigenlijk wat we nu inderdaad als plan hadden, het was gewoon om te zorgen dat er een nieuwe wereld is in de survival, door middel van een portal. En als we gaan overgaan naar die nieuwe wereld, dan vragen we iedereen gewoon lekker om spulletjes mee te nemen... Door die portal heen te lopen en dan lekker de spullen daar langzaamaan op te slaan. En als alles over is en alles is goed ingesteld, dan gaan we gelijk over op die nieuwe wereld. Maar dan hou je gelukkig nog wel je spullen. Ja, want dan zou ik zelf ook echt heel vreselijk vinden als we inderdaad... Als je dan lekker hebt gebouwd aan iets en dan dat je dan zeg maar, ja, dat het dan helemaal... En dan weer in één keer helemaal opnieuw moet beginnen. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Dus ja, met zoiets hadden wij dus ook van, ja, we willen dat best wel, gaan instellen. Maar dan, geven we... Maar dan gaan we nog even overleggen en dan waarschijnlijk maken we zelfs nog een poll ervan, van of mensen daarmee eens zijn. Want de survival wereld is af en toe een beetje aan het, niet crashen, maar af en toe... Hij doet een beetje raar soms. Een beetje raar, weet je wel. En dan, hij bestaat namelijk al vanaf het begin bijna. Het is best wel een tijdje dat hij al erin zit. Klopt. Zo. Kijk, een beetje groen maken nog. Niet al te veel. Zo, echt een beetje... dat ziet er wel leuk uit zo. Ik denk als je zo hier zo zit... En gaat hier over die brug heen dadelijk... Dat je het wel echt gaaf eruit ziet zo op die manier. Ja, het is een small world after all, toch? Het is gewoon een small world after all. Nou, Roy. Small underworld, hè? Wat zeg je? Een small underworld. Weet je niet meer? Oh, dat van gisteren. Ja. 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 Heeft er iemand hier een drumstel?
Nee, nee, die is verstopt. Goed gewerkt. Ik vind het leuk om hier een waterfonteintje uit te laten lopen. Ik weet niet of het goed eindigt. Oh ja, best wel. Kan wel. Oh ja. Ik vind het wel wat hebben. Waar is de muur lekker? Hey Silvano. Silvano, oh wee als je in de attractie gaat. Oh wee als je erin gaat. Oh wee. Nou, hij mag er wel in op zich. Maakt mij niet uit. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Kijk hoe kijken. Nee. Nee. Hij is zo grappig. Nee. Hij slaat hem stok. Oh, hij doet het ook niet. Nee, hij doet het niet. Ik vond het nette. Echt een applaus hier voor de video. Echt, nou. Wauw. Ik vind het echt geniaal. Voor Disneygraf 84. Hij weet ook niet wat te opnemen, zeg maar. Hallo. Nee. Oh, oh, oh. Nee. Nee. Toch doen. Oh. Nee. Oh. Nee. Hij slaat hem stok. Geweldig. Ja, ja, ja. Even kijken of ik dit kan doen zo. Deze heeft wel heel veel karretjes. Ja, maar Roy, volgens mij heeft hij wel heel veel karretjes hoor. Nee, maar ik denk dat hij wel heel veel karretjes heeft. Oh nee! Oh. Wacht even, kijk. Oh. Deze ook slopen. Weg! Oh, hieronder. Ik fix het. Weg! Oh! Oh. Doe je! Nee! Fuck! Sorry, ik fix het snel. Ik fix het snel. Je hebt niks nice. Zien. Weg, Jill. Weg. Ik was even de dropzand weghalen. Hey, hier ook nog. Zo, niks gezien. Tabloblet. Zo, dit is goed zo. Oh, kut. Eentje is nog wat voor. Zo, heb ik. Ja, zo zou ik hem laten. Ik wou er twee lijntjes doen. Maar eentje is wel goed. Twee lijntjes, ja. Ja, nou, ik wil het eigenlijk best wel doen, maar dan moet ik het even af gaan zetten voor de zekerheid dat het niet kan stromen. Zo. Overdreven, maar dan kan ik het wel mooi maken. Kijk hoor. Ik wil hem toch even doen. Juist, kijk. En als ik dit weghaal, dan moet hij niet gek gaan doen. Nee, dan houdt hij zo, hè? Ja, tof. Oké, dat is goed zo. Oh, ja. Oké. Niks meer aan doen. Ik vind twee lijntjes leuker. Weet je wat ook gaaf is? Een overlapping. Maar dit vind ik wel schön uitzien zo. Stom van mij, hè, dat ik nou één karretje minder rijd. Dat maakt toch niet zo uit, want je hebt best wel veel karretjes. Je hebt echt heel veel treinen gedaan. Dat is best positief. En het gaat allemaal automatisch, maar stopt hij ook bij de ingang of niet? Of rijdt hij gewoon door? Dat hoeft op zich maakt dat niet uit. Door. Oh nee, maakt kijk, helemaal niet uit. De hekjes gaan wel open automatisch als je ervoor staat. Dus serieus? Je hebt voldoende tijd om... Mag eens kijken hoe dat gaat, jongens? Want echt kijken. Even kijken. Oh. Kijk. Er komt de volgende al. Even kijken, Gio staat... Oh, hallo meneer. Je hoeft geen medewerker bij te zijn, joh. Nee. Kijk hoor. Nou, daar komt hij. Dan hazen open. Ja, kijk nou. En dan kan je zo instappen. Nou. Dat moet je niet doen, want anders kom ik er zo niet meer uit. Nee, inderdaad. Dan kan je erin en dan zeg je van oh lala en dan zit je zo. Ja. Nee, Zavado. Nee. 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 Hij gaat er ook echt hij gaat er niet in, nou, dat is mooi. Nou, die is de uitgang en daar zijn we nog echt mee bezig. Oh, hij snapt het. Of hij is al, joh, we hebben ja, veel landen gezien, maar wat weten we erover? Mag ik dit laten zien trouwens? De bevolking in Nederland dat is weet wel, je wel niet 100%. Welke landen er zijn. Oh, dan ga ik naar beneden kijken. La 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 la. Dit is een hele smalle ingang zo. Dit is uitgang. Uitgang, sorry. Nou, dit mocht je allemaal lezen. Dit is allemaal de variatie van de landen zo. En je gaat dus langs inderdaad de Small World landen en zo. Kijk hoor. Nou, we gaan door. Wat een lange uitgang zeg, gaaf. Oh, je kan hier naar boven. Oké, nou hier zijn we nog aan het bouwen. Gaaf, dat wordt waarschijnlijk een etalage. En wat kan je hier doen? Oh, dat is de uitgang waarschijnlijk. Ja, en dan kom je natuurlijk, mag ik dat verklappen waar je uitkomt? Ja. Het piratengebied. Even kijken stiekem. En dan zit je ineens in een heel ander gebied. Ja. Zo. Ja. Oh. Kom maar. Die beer ook. Zo, kom maar. Zo. Ja, dan zit je inderdaad in een vernieuwd gebied. De piratenthema, dus we zijn eigenlijk van plan om dit er allemaal open te gooien voor jullie. En deze nieuwe attractie heb ik nog gisteren een beetje een pad aangebouwd. Dit wordt eigenlijk bij het sprookje nog. Dus deze wordt ook aangesloten aan het Sprookjesbos. Dus dat betekent dat
dat het piratenthema ook vastzit aan het Sprookjesbos. We hebben een vernieuwde speeltuin. En we hebben nog even een hoogtepuntje gebouwd. Die wil ik nog even laten zien voordat we de video afsluiten. Als we met z'n allen naar Warp Wonderworld gaan. Uit mijn hoofd. Dan moeten we even een klein stukje lopen. Ik wacht op jullie. Hallo Joe. Hallo. Ik weet dat jij hem al hebt gedaan. Maar ik weet niet of je hebt gezien dat we al begonnen zijn met het bouwen van de attractie. Hij is nog niet 100% af. Hij staat hier zo. En het is een heel apart iets. Het is namelijk een... ik denk dat ik dit misschien door laat gaan of zelfs zo. Nee, dat kan niet. Wacht even. Zo ziet het er wel leuk uit. Dit is een doolhof. En je zal zeggen van, dit doolhof is heel makkelijk. Maar dat gaat heel lastig worden. Namelijk... Ja, je zit zeg maar best wel vast. Je zit allemaal hekjes. En via de... je bent verder, Gio. Je weet hem al, hè? Je weet hem uit je hoofd. Hij is me al een keer gelukt. Ja, hij is je keer. Ja, bij mij, joh. Even kijken hier. Nee, Gio. Nee, je wacht. Gio, je wacht. Nee. Ik ga hem halen. Maar nee, ik mag hem helemaal niet spelen. Nee, ik mag hem niet spelen, want mensen moeten dat zelf gaan doen. Dus die mogen niet kijken hoe wat de route is. Jullie gaan niet kijken. Doe maar je ogen dicht. Nee, maar dit is dus de... Dit dolf wordt nog helemaal gethematiseerd. Maar hier stond vroeger een speeltuintje hebben veranderd. En nu is het een beetje een heel apart kinderdingetje geworden. Deze trek ik even door. Zo. Hé, hey, Erik. Oh. Gaat het goed? Ja hoor. Misschien leuk om hier gekleurd glas in te doen. Van rood en wit. Dat het een beetje terugkomt in de attractie. Natuurlijk een beetje rood-wit gebouw. Ik vind dat wel wat hebben, joh. We hebben amper gekleurd glas in de server. Ik vind het wel wat hebben, joh. Hè? Misschien die raampjes hier ook een beetje rood kleuren, joh. Daarboven. Ja. Ja. Mijn PC is nog wel aan het loeien, hoor. Ja, joh. Nou ja, even... Ja, nou ja, dan kijken we maar hoe lang die meegaat. Boom is zo. Het zal wel goed komen. Ja, boom is zo. Toch? Tof. Nou, dat ziet er leuk uit zo. Nou, deze attractie kunnen we even verder thematiseren voor jullie speciaal. BT, beurs. Dan pakken wij een paar beursbomen. Die zetten we even hier neer. Daar zit namelijk ook een attractie die eigenlijk te weinig wordt gedaan, vind ik. Er zitten heel weinig mensen in. Er komen heel veel mensen in het server die klagen dat er geen attracties open zijn. Maar ga Disneycraft alsjeblieft verkennen. Want wij willen ook in de toekomst nog meer attracties voor automatisch instellen. Dat betekent dat we dus geen medewerker of een admin of een VIP-plusser in de server moet zijn om een attractie te kunnen openen, maar dat je zelf ook gewoon in een aantal attracties kan. Wel erbij nadenken dat een aantal attracties die heel groot zijn, dus zeg maar echt bestuurd moeten worden, die blijven gewoon ook zeg maar bestuurd worden. Dus die gaan niet automatisch. Maar we willen in ieder geval in de toekomst meer automatisch maken. Dus hou daar rekening mee. Ik vind dat zo jammer als de mensen naar me toe komen en van wat een kutpark zeggen ze dan van ja, er is niks open en zo. Maar dan heb ik zoiets van ja, heb je überhaupt wel gekeken wat er allemaal is te vinden in het park? En ja, we hopen met de 2.0 dat nog breder te maken. Nou mensen, ik denk dat dit de video was. En we zijn nu al heel erg aan het werk aan 2.0, maar dat wist je waarschijnlijk al stiekem. Bouwen we al heel veel dingetjes en zijn we heel veel dingen aan het afbouwen, terwijl jullie niet van weten. Maar eigenlijk alleen de video's moeten volgen om het te weten te komen. Dus nou, bedankt iedereen voor meedoen. Gio, Jens, Erik, Gio, Roby, Blue Bullet, Dennis. Ja, bedankt. Wat zie je nou te doen, Gio? Ja, weet ik niet, man. Ik ben een beetje boos op jou. Wat heeft dit te betekenen, meneer? Boos? Oh! Ja, jij was vorige keer AFK en toen had ik een bordje geplaatst. Hoe oud is dat bordje? Even kijken hoor. Weet ik niet. Hij is geplaatst op 4-9 om 4 voor 11 s'avonds. Oh, nice. Gio is een stinkaapje. Ja, jij was AFK, maar jij was weg al. En toen dacht van, oh Gio. Oh. Misschien is dit wel leuk zo. De waarheid kwetst wel een beetje, maar ja. Eerder Roy. Dat is waar. Doei doei! Doei! Doei!
al die naughties.